Het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld hield gisteren een gedenkwandeling op het pad van verzoening. Dat is de route tussen het monument van de Binnenlandse Oorlog en Bastion Vere in Fort Zeelandia. Het doel van deze wandeling was volgens de organisatie het leed van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden. Het idee voor de wandeling komt van Stanley Henkeman, directeur van het Institute for Justice and Reconciliation in Zuid-Afrika. Aan hem werden de symbolen van leed getoond, namelijk het monument van Bastion Vere, een naamplaat met de namen van de 15 mannen die zijn doodgeschoten op 8 december 1982 en het monument van de Binnenlandse Oorlog. Deze oorlog heeft aan minimaal 450 mensen het leven gekost. Henkeman stelde toen voor deze tragische gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Zowel 8 december als de Binnenlandse Oorlog mochten nooit plaatsvinden, zegt Humphrey Yeru, voorzitter van het comité. Daarom moet volgens hem het leed verbonden worden. Yeru benadrukt dat een strafproces geen zin heeft. We kunnen tot in de eeuwigheid elkaar verwijten dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaars leed. Maar we kunnen ook de moeilijke stap nemen om in gesprek te gaan met elkaar en een democratische omgeving scheppen waarin ieder van ons zijn eigen verhaal vanuit zijn of haar eigen gezichtspunt kan vertellen. Dat geldt voor de 8 december groep. Het geldt voor de militairen. Het geldt voor de verzetsgroepen. Het geldt voor de burgers. Ieder van ons heeft een eigen verhaal en een eigen visie om wat geleid heeft tot politiek geweld. Maar de verschillen moeten een stimulans zijn om in Suriname een democratische geest te bevorderen waar iedereen in staat wordt gesteld om het gesprek met elkaar aan te gaan over die verschillende visies. Vandaag, 8 december, herdenken wij de doden die gevallen zijn in Fort Zeelandia. Mijn dorp, Pokigrong, is afgebrand tijdens de Binnenlandse Oorlog. De broer van Eddie Wewe, een van onze bestuursleden, is tijdens de Binnenlandse Oorlog met messteken verwond en met rum overgoten, zodat hij met vreselijke pijn stierf. Remy Matopawiro, die militair is, en Waldo Jameson, een ex-militair, beide leden van het bestuur, zijn slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. En hoewel wij weten dat families van 8 december betrokken zijn geweest bij de steun aan de Binnenlandse Oorlog, vinden wij dat het onze morele plicht is om de doden van 8 december te herdenken. Waarom? Omdat we niet willen voortleven met woede, wrok en haat in onze lichaam en geest. Wij willen verder met dit leven. Humphrey Yeru, voorzitter van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. De organisatie hield gisteren de gedenkwandeling op het pad van verzoening. De route tussen het monument van de Binnenlandse Oorlog en Bastion Vere in Fort Zeelandia.